Mogen de Heere Jezus een applaus geven, een klap overgeven. Kan maar niet aan beter dan dat. Amen. God is goed en zeer te prijzen. Ik groet u allemaal in die wonderbare naam van Jezus. Het is een bijzondere eer om weer hier te zijn. En tegenwoordig zeg ik niet meer om te prediken, maar zeg ik gewoon om u even te bemoedigen. U hebt een geweldige predikant hier, een geweldige voorganger. Kunnen we hem en zijn vrouw, ook al zijn ze niet aanwezig, even een applaus geven. En God danken voor hun leven. Amen. Ze hebben hun leven meer dan 40 plus jaar opgeofferd voor anderen. En velen van u zijn met ze meegegroeid. Anderen zijn pas bekeerd. Maar u moet het leven van een voorganger niet onderschatten. Eigenlijk leef je niet meer voor jezelf, maar je leeft voor anderen. Amen. Dus we danken de Heer voor apostel Stanley Hofwijks en zijn lieve vrouw. Ik wil ook alle leiders die hier aanwezig zijn bedanken dat ze er zijn. En dat ze apostel Stanley ondersteunen in alles wat hij doet. Want dat is heel belangrijk. Ik praat veel over leiderschap. En als je geen goede leiders naast je hebt, dan gaat het nooit lukken. Iemand heeft het zo mooi gezegd, toch? If you want to go fast, you go alone. If you want to go far, you need a team. Als je snel wil gaan, moet je alleen gaan. Maar als je ver wil komen, heb je een team nodig, heb je anderen nodig. Amen. Dus kijk iemand aan en zeg tegen de persoon, ik heb je nodig en jij hebt me nodig. En we hebben elkaar nodig. Amen. De tijd is voorbij dat we denken dat alleen de voorganger het meest belangrijkste is. Iedereen is nodig. Iedereen is belangrijk. We zijn het lichaam van Jezus en wij hebben allemaal, we hebben een post. En er zijn seizoenen, want ik zat ook in de banken, maar het is nu een seizoen dat ik een van de apostelen mag zijn, het lichaam des Heren, waar de geest wil hebben dat u moet zijn. Daar zal u terechtkomen. Amen. Ik wil kort met u praten over een heel interessant thema. En soms vraag ik me af als het wel aanwezig is bij ons. Ik wil praten over blijdschap. Blijdschap die wij als christenen ten alle tijden moeten hebben. En het is niet zo'n makkelijk ding. Ja toch? Want je hebt echte blijdschap, the joy of the Lord. Ja toch, maar je hebt ook die fake blijdschap. Want als je werkelijk zo'n persoon misschien even zal tetsen, dan ga je zien dat de blijdschap van God zegen broeder, God zegen zuster, die verandert direct. En als je een verkeerd ding zou doen. Maar de bedoeling is om je te bemoedigen. Ik zie mezelf deze dag als Paulus. Die langskomt in een gemeente of in een land of in een stad. En zeg ik wil gewoon de gemeente bemoedigen. En alleen als ik naar ze kan kijken, ben ik al blij. Want ik weet dat het niet makkelijk is om God te dienen. Laten we elkaar niet voor de gek houden. U bent geweldenaars. U bent kampioenen. En de Heer gaat een stapje verder. Hij zegt, u bent meer dan overwinnaar. Geweldig, u bent een geweldig mens in Gods ogen. Kom maar, geef jezelf een applaus. U weet waardoor u allemaal heen moet gaan. U kent de strijd. U kent de moeite die u heeft. Maar u neemt toch de tijd om hier te zijn. U neemt toch de tijd om te zeggen, weet je wat, ik ga 5 minuten bidden, 10 minuten bidden. Of ik ga 30 minuten bidden. Het hangt af van uw niveau in de Heer. Maar het meest belangrijkste, wat er ook gebeurt, u houdt vast en zegt, Jezus, Hij is Heer. Amen. En mensen zien ons gewoon als ach. In Suriname zouden we zeggen, tjeffe, tjeffe, ach. Ze hebben niks te zoeken. Ze moeten maar gaan en religieus zijn. Maar wij hebben een relatie met God. En we weten dat Hij bestaat. En we weten dat Hij leeft. Amen. En ik wou bijna
Ik werd bijna een beetje emotioneel toen broeder Gerard zong, You will always be holy, holy forever. Wij gaan onze grappen soms maken en alle soort toestanden, maar hij blijft heilig. Hij blijft God. Halleluja. Amen. Dus laten we kort praten met elkaar. Wanneer we kijken naar blijdschap, dan is het een positieve emotie die aanwezig is bij mensen. Mr. Google zegt, het is een tevredenheid met de omstandigheden of de omgeving. Dus wie blij of gelukkig is, ondervindt geen gebrek of stress. Je hebt positieve gevoelens over jezelf, maar ook positieve gevoelens over je omgeving. Want je bent blij. U weet, als we blij zijn, dan willen we ook hebben dat iedereen blij moet zijn. Ik praat niet over die fake blijdschap, ik praat over echte blijdschap. En toch is dat nog geen echte blijdschap, want de echte blijdschap is in Christus. Dus het is dan voor u niet nodig en u hebt ook geen behoefte om uw omstandigheden te wijzigen. Want u bent blij, u bent tevreden. Maar blijdschap is ook de grondstemming van de gelovigen, anders gezegd het fundament van de gelovigen. Het is een vreugde waarin God en Christus centraal staan en die door de Heilige Geest gewerkt wordt in het hart van de kinderen Gods. Dus deze vreugde omvat alle goede dingen die God geeft, maar het omvat ook de minder goede dingen die we meemaken. Mag ik een amen horen? Amen. Dus het geeft, het zegt tegen ons, deze definitie, deze is de Bijbelse definitie, dus dit is die van Google, dus de Bijbelse definitie. Dit zegt ons dat wij moeten weten dat wat er ook gebeurt, we altijd blij zijn. Of die keuze moeten maken om blij te zijn. Dus wanneer je blij bent, dan ga je merken dat bevredigend werkt voor je. Je richt je blik niet op je tekortkomingen of je zonden, maar je richt je blik op de liefde van God en de barmhartigheid van Christus die over u is gekomen. Amen. Je kan hem anders verwoorden om te zeggen, je kijkt naar de genade van God die in je leven is gekomen. U weet, wanneer Jezus komt, dan zegt hij dat de geest des Heren, Lucas 4 vers 11, vers 18, de geest des Heren is op mij om het evangelie te predigen. Maar hij eindigde om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Amen. Weet u, misschien weet u niet, maar God is blij dat u zo'n kind bent. God is blij dat u gered bent. God heeft u met blijdschap de genade geschonken. En als we dat alleen maar begrijpen, wat er ook gebeurt, hebben we geen reden om niet blij te zijn. Ik weet niet van u, maar ik weet dat ik op weg ben naar de hemel, u toch ook. En alleen dat mag mij al blij. We willen nog niet doodgaan, maar die wet wil nog doodgaan. Maar het is wel fijn te weten dat God je vader is. Het is fijn te weten dat God van je houdt. Het is fijn te weten dat niets je kan scheiden van de liefde. Mag ik een amen horen? Dus, lieve mensen, we moeten op de plaats komen. En ik begrijp, niet iedereen is misschien vandaag in een omstandigheid waar je zou zeggen, apostel Midange, ik ben met u. Misschien niet, maar ik ben hier gekomen om u te bemoedigen dat wat er ook gebeurt, de Bijbel belooft ons een aantal dingen. Ik leg maar voorbeelden. Al vallen 1000 aan ons zijde of 10.000 aan ons rechter, tot u zal het niet genaden. U genaken, u hebt redenen om blij te zijn. Amen. En ook als we niet blij zijn, God gaat je vandaag zijn geest nog meer geven, zodat u blij kan worden. Amen. Somebody smile for Jesus. Amen. Ik weet dat het voor sommige mensen nog moeilijker, broeder. Je weet niet hoeveel schuld ik heb. Je weet niet wat Jan thuis doet. Je weet niet wat gedaan heeft thuis. Maar u moet die keuze maken om je te verblijden in de Heer. Amen.
Hoor wat Nehemia zegt in Nehemia 8 vers 11. Hij zeide tot hen dat ze de wet des Heren hadden gevonden en er een beetje verdriet was dat hey, we hebben God niet echt gediend. Maar dan zegt hij tegen hen, gaat heen, eet lekkernijen, drink zoete dranken en zend aan ieder van wie niet bereid is een deel. Want deze dag is voor onze Heren heilig. Wees dus niet verdrietig, want de vreugde in de Heren, die is uw toevlucht. Of die is uw kracht. Iemand zegt, de vreugde des Heren is mijn kracht. Kom en zeg het tegen iemand, de vreugde des Heren is mijn kracht. U hoeft het niet te voelen, maar het is uw kracht. In het Engels zeggen we het anders toch, the joy of the Lord is my strength. Maar u moet ervoor kiezen om in die joy te wandelen. U moet ervoor kiezen om te zeggen, hey, omstandigheden zijn niet moeilijk, belasting, noem maar op. Wat u allemaal hier moet meemaken in Europa, wat ik allemaal moet meemaken in Suriname, maakt niet uit. Maar the joy of the Lord, de kracht des Heren, de vreugde des Heren is mijn kracht. Amen. Mogen de Heer een applaus geven. Halleluja. Halleluja. Kom maar, niemand kan zeggen halleluja. We praten over de blijdschap des Heren. Ja toch, wat zegt de David tegen zijn ziel? Loof de Heere, mijn ziel. En al wat in hem is, loof zijn heilige naam. Hij beveelt zijn ziel om de Heere te loven. Amen. Soms moet u niet kijken naar uw omstandigheden. Maar je moet gewoon zeggen, ik ga gewoon blij zijn in de Heere. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. Amen. Je stapt gewoon de blijdschap terwijl je weet. Als je uit de deur stapt, baas. Zal niet blij zijn met je. Maakt niet uit. Maar je maakt bewust de keuze. Mag ik een amen horen? Amen. Wanneer we praten over blijdschap. En ik geef je een paar synoniemen, omdat ik gewoon ben gekomen om je te bemoedigen. Dus ik ga niet te diep gaan. Ik ga simpel met u praten. Dan praten we, je weet, sommige mensen gaan diep toch? Je verstaat het maar. Je verstaat bijna niet wat ze bedoelen. Dus ik wil simpel met u zijn. Wanneer we praten over blijdschap, praten we over een aangename stemming. Een aangename stemming. Een blijdschap, een blijheid. Blijmoedigheid, genoegen. Een gevoel van vreugde. Je praat over een gevoel van plezier. Amen. En het is niet gedwongen. Vreugde is niet gedwongen. Je weet niet, eigenlijk, ik kan direct zien wanneer iemand doet alsof hij blij is. U merkt soms vaak, toch? En ik wil vandaag niet negatief zijn, maar u weet soms, toch? Ja, toch? Wanneer mensen doen alsof ze blij zijn, maar ze zijn niet blij. Blijdschap is de vrucht van de geest. Galaten 5:22, een hele bekende tekst. Zeg maar, de vrucht van de geest is liefde. Blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid en trouw. De Amplified vertaling, de Nederlandse Amplified, zegt, maar de vrucht van de geest, dat bedoelt hij, het resultaat van zijn aanwezigheid in ons is liefde, onbaatzuchtige zorg voor anderen, blijdschap, dus ze definiëren het direct, dat heeft te maken met een innerlijk gevoel, geduld enzovoort enzovoort. Dus de Heer zegt ons dat het resultaat van de Heilige Geest in uw leven moet zijn liefde, zichtbare liefde. Maar ook zichtbare blijdschap. Hebt u niet gemerkt dat niet zoveel christenen blij zijn? Maar ze spreken wel de hele dag in tongen, maar goed. Ik begrijp dat ding niet. Ik begrijp het soms niet. Amen. Ze spreken nu in tongen en over 5 minuten zijn ze nog bozer dan voordat ze tongen praten. Sorry. Ik heb gezegd geen negatieve dingen van alleen bemoedigen. Amen. Maar het gaat erom, lieve mensen. Dat u, als u geen liefde ziet in uw leven, als u geen blijdschap ziet in uw leven, moet u even toch gaan zeggen, misschien moet ik doen aan zelfreflectie. Iets klopt niet.
Je bent bekeerd, maar altijd ben je boos op die man thuis. I don't know. Of je bent een broeder die een geweldige usher is. Iedereen schudt je wel de hand. Maar thuis ben je meer dan... ik wil geen namen noemen. Ben je erger dan Django. Dus we moeten komen op de plaats om te gaan verstaan dat God wil dat we die keuze maken om blij te zijn. Laten we een paar Bijbelse teksten snel bezoeken. Laten we gaan naar David. David staat bekend om zijn vreugde in de Heer, ondanks de vele beproevingen die hij onderging. Dus hij zegt in Psalm 16, 11. Gij maakt mij het pad des levens bekend. Overvloed van vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd. Dus wanneer wij gaan begrijpen dat die vreugde is... De Engelse vertaling zegt het anders, hè? Laat me de mensen helpen. Want u zegt, ik kan die tekst... In your presence there is fullness of joy. Iedereen kent die uitspraak toch? Dat staat eigenlijk daar. Maar in het Engels kennen wij, omdat wij Nederlanders en Surinamers, we houden van de Engelse taal. Maar letterlijk staat daar geschreven, thou will show me the path of life. Kijk, de broeders helpen me. In thy presence is fullness of joy. Dus als we zeggen dat we in de tegenwoordigheid van God zijn, dan vroeg of laat, misschien niet direct in het begin, gaat men toch die blijdschap moeten zien die God jou geeft. Waarom? Omdat je in zijn tegenwoordigheid vaak bent. Amen. We moeten gaan begrijpen dat God een God is van blijdschap, van vreugde. Amen. Ik weet niet als u zich kan herinneren, maar wanneer God Mozes stuurt naar Farao, dan zegt hij tegen Mozes, zegt tegen Farao, laat mijn volk gaan om een feest te vieren met mij in de woestijn. God is een God van feest. God is een God van feest. Als u weet, u kent een beetje de gangen bij de Israëlieten. Wanneer ze feest vieren, zijn het 3 dagen tot 7 dagen. Dus als iemand hier is en je houdt niet van lofprijs, ik weet niet hoe je gaat doen in de hemel. Bieden sabi, ik weet het niet. Dus begin te oefenen hoor. Want God is een God van vreugde en van feest. Laten we kijken wanneer u blijdschap hebt in moeilijke tijden. Die bekende tekst van Habakkuk. Habakkuk zegt als 3:17. Als zou de vijgenboom niet bloeien en er geen opbrengst aan de wijnstok zijn, als zou de oogst der olijfboom teleurstellen en de velden geen spijs opleveren, als zouden de schapen uit de kooi verdreven worden en er geen rund in de stallen zijn, nochtans zal ik juichen in de Heere, jubelen in de God van mijn heil. Somebody shout! Amen. Hiervan hou ik toch bemoediging. Ook al voelde u zich anders en u leest het, automatisch gaat u shouten. Amen. Iemand juicht nog een keer. Halleluja! Halleluja. Het is heel belangrijk dat mensen gaan u soms, misschien, ik zeg niet dat u op straat moet doen, maar soms wanneer die omstandigheden daar zijn, moet u misschien gewoon in dat huis zeggen, Halleluja! Juichen! Amen. Ik heb een hele mooi ding meegemaakt een keertje, goed, doe me niet na. Ik was in een van de, u weet, we hebben wij christenen bestemmingen soms toch? Ja toch? En ik was in een aangename stemming. Blije stemming. Dus ik rijd de auto. The joy of the Lord. Rijden naar Sanderen. Gegeven moment kon ik het bijna niet meer houden. Ik dacht, boy, deze hele auto. Ik zeg, weet u wat? Laat me even stoppen. Ik ben gestopt. En ik ben even moslim geworden. Gaan buigen op de straat en weer op straat. Ik zie van je bent gek, maar ik voelde me zo. Ik was zo blij dat ik even voor de Heer wou buigen. Ik zeg, doe me niet na, maar er zullen momenten zijn. Wie heeft dat soort momenten meegemaakt? Amen.
Momenten dat je gewoon aan het werk komt en je begint te zingen. If you know it and you're happy, clap your hand. If you know it and you're happy, clap your feet. If you know it and you're happy and you really want to show it. Amen. Dus mensen, ik wil u bemoedigen. U hebt het zelf gezegd. The joy of the Lord is your strength. Amen. Ik heb niet zoveel tijd en ik wil me houden aan de tijd. Laten we even doorgaan. Maar u ziet, wanneer we praten over iets wat de Heilige Geest kan doen. Amen. Wie voelt zich al een beetje anders dan hoe je uit huis bent gegaan? Amen. Kom, come on, noem je maar religieus feest. Nou. Als je zegt anders, moet je zeggen halleluja. Amen. Jezus, onze Christus, Hij is de bron van onze vreugde. En zijn woorden brengen ons vreugde die niemand kan wegnemen. En deze tekst is zwaar. Want hier praat niet de apostel. Hier praat niet de Petrus of Paulus. Hier praat de bos. Baas boven alle baas. Koning der koning. Johannes 15 vers 11. Hier praat hij. Hij zegt dit. Johannes 15 vers 11. Ik wacht op mijn zus. Dit heb ik tot u gesproken. Opdat mijn blijdschap in u zij. En uw blijdschap vervuld worden. Een andere vertaling, de Amplified. Je kan hem hier houden als je die Amplified. Maar daar gaan ze meer een beetje, die tekst een beetje uitweiden. Deze dingen heb ik tegen u gezegd, zodat mijn vreugde in u kan zijn. Dat uw hart mag vervullen. En dat uw vreugde volkomen volmaakt en overvloedig kan zijn. Dus elke keer als God tot u spreekt. Het zij profetisch, het zij door de Bijbel, het zij door het woord van God. Dan moet u begrijpen dat er vreugde vrij wordt gemaakt. Dat er blijdschap vrij wordt gemaakt. Ik weet niet wanneer u soms de Bijbel bestudeert. Dat je gewoon soms leest en je bent zo verwonderd en zegt wauw. Zeker als je iets hebt gelezen en het klikt op dat moment met je hart. Je vindt het zo geweldig, je wordt er blij van. Amen. Laten we kijken naar Paulus. Paulus, terwijl hij in de gevangenis was en ondanks hij zoveel moeilijkheden had, gaf hij de opdracht in Filippenzen 4 vers 4. Hij zegt, verblijd u in de Heere te alle tijden. Wederom wil ik u zeggen, verblijd u te alle tijden. Wees altijd verheugd, zegt de nieuwe Bijbelvertaling. Dus hij zegt, we moeten altijd met plezier God dienen. Wat er ook gebeurt, we moeten altijd, zegt de Amplified, plezierig in hem blijvend zijn. Vredig in alle omstandigheden. Dus God, die de bron is van blijdschap, wil hebben dat we meer en meer gaan beseffen. Dat hij zich verheugt over ons. Dat hij blij is over ons. Maar dat hij wil hebben dat die blijdschap die hij heeft over ons, omslaat naar ons. Tot ons komt. Ik probeer het makkelijker te illustreren. Als mijn kinderen blij zijn, of uw kleinkinderen, merkt u niet dat er een bepaalde vreugde in u is? Het al was er niks, maar omdat dat kind begint te dansen, het barrelt, dan het is heel erg aanstekelijk. Amen. Dus wanneer we blij zijn in de Heer, maken we hem nog meer blijder. God heeft eigenlijk ons niet nodig. We zeggen het in Surinaams, de angels ebari santa, de engelen schreeuwen constant heilig. Hij heeft zoveel mooie dingen om hem heen gemaakt. Ik weet niet wat de laatste keer is geweest dat u naar de dierentuin bent gegaan. Ik wil u uitdagen om naar de dierentuin weer te gaan. Maar gaan met een oog van creatie wat God allemaal gedaan heeft. Je staat er versteld van.
Ik heb zo vaak dokse vlees gegeten. Gewoon mijn pora prikken. Ik ga niet mijn hele prediken. Maar ik ben, het is mijn illustratie. Maar nu kweek ik dokse. En ik kijk naar die dokse. En God zegt, geef die dokse namen. Kijk naar ze. Dus ik ben nu Adam 3 geworden. Want Jezus. En ik kijk naar die dokse. En ik ben 56 jaar op aarde. Maar voor het eerst zag ik die schoonheid van een doks. Dat bijna wil ik geen dokse vlees meer eten. Want ik begon anders naar de doks te kijken. Men zegt, God, wat bent u geweldig. En ik heb ongeveer 22 doksen. En ik kijk allemaal naar allemaal één voor één. En elke keer als ik naar één zie, ik een schoonheid. Wij zijn meer dan doksen. Iemand heeft me niet begrepen. We zijn meer dan doksen. Wanneer u kijkt naar uw medemens, dan ziet u hoe geweldig onze Creator is. Iemand heeft het nog steeds niet begrepen. We zijn zo negatief ingesteld dat we de schoonheid van God in de andere persoon niet kunnen zien. Maar ik ben hier om te bemoedigen wanneer je nu kijkt naar een mens. De Bijbel zegt, de mens is gemaakt naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. Wanneer ik kijk naar pastor Uileman, zie ik een heel ander soort kaliber. Een mooi chin poto disi boy. Ja toch, wanneer ik kijk naar deze broeder hier voor me, dan ben je wel mooi, black is beautiful. En zo kan je gaan. Ik wil niet praten over vrouwen, want Joseph niet over vrouwen, maar dan zoek die man zijn vrouw. Maar als we zouden kijken naar de zusters en de kinderen, de gelovigen, dan zien we de schoonheid van God. Dan zien we de creatie van God. Dan hebben we genoeg reden om blij te zijn. Kunnen we de Heere een applaus geven. Ik ga eindigen. Halleluja. Halleluja. Laten we nog twee teksten doen. 1 Thessalonicenzen 5, 16 tot 18. Hier toont de Heer ons hoe we ons ter alle tijden in staat zullen zijn om die blijdschap te behouden. Hij zegt, vers 16, ja. Wees te alle tijden blijde. Bid zonder ophouden. Dank onder alles, want dit is de wil Gods in Christus Jezus voor u. Dus hij zegt eigenlijk tegen ons, door ons te richten in gebed en hem te danken, in alle omstandigheden zullen we altijd Gods blijdschap ervaren. Laat me nog een keer herhalen. Door ons te richten in gebed, want daar heb je zo'n presence, en hem te danken onder alle omstandigheden, zullen we altijd Gods blijdschap ervaren. U weet dat wanneer u en ik, laten we zeggen, boos zijn op God. Wie is nooit boos geworden op God? Of laat me niet zeggen boos, teleurgesteld. Willen we niet meer bidden toch? Willen we niet meer danken toch? Komen wij mannen vooral, komen we misschien naar de kerk omdat onze vrouw zegt, ga je niet naar de kerk mee? Maar in feite bad je misschien de Heer voor iets, het is niet gebeurd. Maar die lieve zusters van ons zijn altijd ready om de Heer te komen dienen. Wat dat betreft zijn ze echt sterk hoor. Vrouwen ook, al gaan ze door de hel, ze dansen. Ja toch? Kom maar, geef onze zusters een applaus. Wij mannen zijn meer ex. Wij zijn more like. Take it cool, take it cool, take it cool. Take it cool. Merk je niet dat ik niet blij ben? Maar ook de broeders wil ik bemoedigen vandaag. Dat u te alle tijden blijde moet zijn in de Heer. Amen. Laat me zo eindigen. 8:30 moet ik eindigen. Ik vind het geweldig. Laat me zo eindigen. Ga met mij naar Romeinen 15. Vers 13. Hier zien we duidelijk dat de Heilige Geest ons vervult met blijdschap. Het is niet iets dat we zelf kunnen opwekken, maar wat Hij in ons werkt. Dus dan zegt Paulus aan de gelovigen in Rome, mogen de God der hoop u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij overvloedig zijt in de hoop door de kracht
des Heilige Geestes. Hij proclameert dat over de gelovigen. Hij zegt, mogen de God, of dat God, de God der hopen, u nu mag vervullen, u met louter vreugde en vrede in uw geloof en overvloedig zijn in de hoop door kracht des Heilige. Wanneer wij begrijpen wie we dienen, kunnen we in feite gewoon niks zeggen. Maar gewoon zeggen, Heere, ik zie het niet meer zitten. Maar mijn hoop is op u. Mijn vreugde blijft in u. Ik zal mij toch verblijden. Wat de omstandigheid ook mag zijn. Ook al zal de vijgenboom niet bloeien. Toch maak ik de keuze om te zeggen, bless the Lord. Oh my soul. And all that's within me. Bless his holy name. Halleluja. Gaat u even met me staan. Ik heb nog 1 minuut. En ik wil u uitdagen. Ik ben goed, toch? Ik heb nog 10 minuten. Oh, dan gaat het nog mooier zijn. Ja, dus mijn communicatieoor was even doof. Dus. Maar staat u even aan en dwing uzelf te zeggen. Zeg, ik zal de Heere te alle tijden prijzen. Bestendig zij zijn lof. In mijn mond. In de Heere zal ik roemen. Kijk naar iemand en zeg, maak met mij de Heere groot. Welzalig de persoon. Welzalig de vrouw. Welzalig de man die op hem vertrouwt. Kom maar, geef de Heer een daverend applaus. Halleluja. Halleluja. Kom on. Laten we even praktiseren. Kom on, neem even tijd om de Heer te danken. Neem even tijd om hem te loven en te prijzen. Kom op, praktiseer. Als u boos was, doe iets geks. Doe iets geks. Wees blijde in de Heer, zegt Paulus. Wederom beveel ik u, zegt hij. Wees blijde in de Heer. Kom on. Somebody shout halleluja. Come on, halleluja! Amen, amen. Neemt u plaats. Neemt u plaats en laat me zien wie echt blij is. Sla iemand voor je en kijk hoe de persoon gaat reageren. Oké. De meeste van u hebben met smaal gereageerd. Dus u bent aanwezig. Lieve mensen. Ik heb nog 5 minuten, dus ik ga er gebruik van maken. Lieve mensen. De vijand wil altijd 2 dingen stelen. Eigenlijk 3 dingen. 3 van de, dat zijn de top 3. Hè? Hij wil altijd onze liefde stelen. Of liefde tussen man en vrouw. Hij wil altijd onze blijdschap stelen. En hij wil onze vrede. We kunnen alle 9 nemen, de vrucht van de schoen. Maar geef u maar 3. U moet dat niet toestaan. Het is soms stof. Vele van ons, we maken omstandigheden. Maar whose report shall we believe? Naar wie zal je luisteren? Er zijn feitelijkheden, ik begrijp dat. U hoort van de dokter, dit is gebeurd. Dat is uw situatie, dat is diagnose. En u kan 2 dingen doen. U kan kiezen om te zeggen, oké, dan ga ik me klaarmaken om dood te maken. Of je kan kiezen en zeggen, Heere, mijn vertrouwen zal toch op u blijven. Amen. Amen. Ik weet niet hoe vaak u over Job hebt nagedacht. Mensen zeggen, ik ben Job. Je bent geen Job. Nou, bid ook niet om Job te zijn. Want ik weet niet als je gaat kunnen dealen met 7 zonen verliezen en 3 schone dochters. Niet gewoon 3 schone, beeldschone. Je weet hem, mannen houden van hun dochters. Maar geen grappen daarmee. Zoals moeders van hun zonen houden. Daarom zei die vrouw tegen Job. Je gaat toch nog vertrouwen op die God. Je gaat die God toch nog blijven loven. Zeg een vaarwel en sterf. Maar Job heeft gezegd. En dit is belangrijk. Job heeft gezegd. De Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. De naam des Heere zij. Dat betekent. Ik wil u brengen nu even naar een diepte. Om dat te
te zeggen, nadat je 10 kinderen hebt verloren, moest er toch een bepaalde blijdschap en vreugde en geloof in je zijn. En kracht. Je kan dat niet gewoon zeggen. Maar Job heeft het toch gezegd. En misschien bent u geen Job. Maar ik geloof altijd dat wanneer God mij een woord geeft. Dat er iemand hier is die God zegt. Ik ken je omstandigheden. Ik ken je situatie. Ik weet waar je allemaal doorheen gaat. Maar je komt niet meer in mijn tegenwoordigheid. Terwijl in my presence, daar is die kracht. In de tegenwoordigheid van God is de vreugde. Maar u moet kiezen. Niet zomaar zegt Paulus, we moeten die keuzes maken. U moet kiezen. En ik wil iemand vandaag bemoedigen. Eigenlijk laat ze je gek verklaren straks als je naar huis gaat desnoods. Ja, je rijdt in je wagen en ook al zeggen ze je zingt niet goed. Voor Jezus zing je altijd goed. Hier zing je niet goed. Hier moeten we pastor Gerard laten zingen. Maar in je auto kan niemand je zeggen. Ja toch? En als je misschien een beetje ouderwets bent en je niet weet. Misschien die mooie liederen die je hier ziet. Dan ga je goed terug in de tijd. Welk een vriend is onze Jezus. Die in onze plaats wil staan. Welke voorrecht dat ik doe. Altijd vrij tot God mag gaan. En luister wat je zingt. Dikwijls derven wij veel vrede. Dikwijls druk ons zonde neer. Juist omdat wij het al niet brengen. In gebed tot onze Heer. Heb ik Curaçaoer, heb ik Antillianen hier? 1 of 2? Oké, ik ga jullie een verhaal vertellen. Ik ben klaar. Ik vul gewoon mijn tijd. Mag ik een eerlijke predikant zijn? Ik wil u bemoedigen, toch? Ik woonde in Curaçao. Veel mensen weten niet, maar ik was een hele goede voetballer. En ik was gekocht door Jong Holland. En ik wachtte toen op mijn, hoe noem je dat? Een werkvergunning. En ik ging elke week, ik was niet bekeerd. Ik ging elke week naar een vriend van me. En we keken zo naar basketbal tot 1 uur in de nacht. En ik woonde aan de Kaya-Muizenbergweg 52. En ik moet voorbij Suffisant. Maar dan heb je die grote Antillianen daar staan, 1 uur in de ochtend. En elke dag moet ik lang. Ik ben jong toen. Ik dacht dat ik, hoe oud was ik? Misschien 22 of 23. En ik zeg, heren. Want ik was misschien niet bekeerd, maar wel religieus. Of gelovig. Dus elke keer als ik in de buurt kwam, daar dan zong ik. Welk een vriend is onze je. Terwijl ik bang ben. Die in onze plaats wil staan. Ik ging soms zelf verder. Ik ben zwak, maar gij zijt sterk. Jezus, doe in mij uw werk. Hebt u blijdschap? Dat wil ik goed uitleggen. Ja. Hebt u blijdschap? Slechts in mij. Laat mij gaan. Trouwe Heer aan uw zij. En ik stopte niet daar. Ik zei, in een wereld vol van smaar. Wie vertroost het bange hart? Wie mag vrij en wie mag blij? Alleen gij, trouwe Heer. Alleen gij. Mensen, a song can change everything. Amen. Het kan alles veranderen. En elke keer wanneer ik langs ging,
keken die Antilliaanse vrienden, niet mijn vrienden, maar ze waren, laten we ze nu vandaag vrienden noemen. En ze zeggen, Mati, je gaat wel lang. Ik zeg, yes, yes. Zodra ik langs, ik zeg, een trouwe vriend woont in de hemel, zoals de wereld. Ik was niet bekeerd, maar ik wist. Ik wist dat als je op dat moment in contact was met God, kon zelf die grote zware Antilliaan mij niks doen. Nu misschien zou ik andere liederen zingen. Ja toch, je zou strijdende liederen zingen. En misschien aan het einde, wanneer ik voorbij, zou ik zeggen, God van trouw, u verraderdoor.